Yo beste kijkers! Welkom bij een nieuwe video van Carpen Visser met DWV Visser Team. En vandaag zijn we met Ruben! Yes! Oh, hey mannen! Je weet het. Zo, hoe voelt het om te gaan verliezen? Ja, no, op zich. No. Nu nog wel goed, maar... Maar dit is geen competitiestrijd meer, hè? Het is nu Carpen Visser met. Nu is het gewoon lekker vriendschappelijk. Carpen Visser met, we maken er een gezellige dag van. En ja, er zit wel één regel aan verbonden, hè? Ja. Dat is. Degene die de kleinste, of de grootste vangt vandaag, die gaat zwemmen. Ook nog een beetje natuurlijk van mijn vorige video. Het is gezellig, het is lekker weer. Het is een mooie voorjaarsdag. En hoe? We zijn in het altijd mooie Westland. En we mogen niet klagen, toch? We mogen absoluut niet klagen. Het is heerlijk. Pak die auto en dan gaan we vissen vandaag. Let's go! Hoppa! Ja, dat is helemaal goed. Ja, daar heb je hem, de boy. Deze boy, we gaan rijden. Goedemorgen dames en heren, beste kijkbuiskinderen, fijn dat jullie er zijn. We zijn vandaag in het altijd mooie watering en we gaan vandaag vissen met de mannen van DWV Fishing Team. You wait it. Ik heb één verrassing achterin, dat is hier Wietse. Hey! Oh nee, die is er niet. Hij is er niet. Hij zit in Thailand bij de Thaise Ladyboys. Ik moet zeggen jongen, ik kom hier voor de tweede keer nu. De ene keer was vorig jaar denk ik. Ja. Maar nu ziet het er nog mooier uit. Moet je eens kijken, jongen. Ja. Heb jij ervoor gezorgd? Ja, dat is mooi, hè? Tjoh, dan weten we wel van onze centen waar de belasting naartoe gaat. Ja, goed. Maar er zwemt geen vis, helaas. Er zwemt hier geen vis. Ah, dat is jammer. Maar goed, daarom gaan we ook naar een ander water toe. Ja. En wat wil je? Knol of bak? Allebei. Als we een beetje actie krijgen, dan is het klaar. Oké, links. Dan gaan we naar links. Okay. Let's go. Ai ai, we zien jullie zo. Lata! Ja toch, we zijn er. Kijk eens even. Yes, ja. Nou goed, we hebben een klein stukje over het fietspad gereden. Ja. Maar ja, goed, waar Daniel woont, jongen, hier. Je komt toch geen politie. Er komt toch geen politie, dus dat moet goed komen. Anders dan halen we de auto wel eventjes weg. Maar het is een leuk watertje op zich. Veel concurrentie van de Westlandse vissers daar in de hoek. Ja, daar helemaal daarachter, hè? Helemaal daarachteraan. Maar ze zitten op een ander water te vissen. Maar goed. Kijk naar een vieze hondjes. Ja. Maar goed, dat moet natuurlijk niet uitmaken. Ik bedoel, ja, goed. Goed voorbereid. Boilies vergeten. Schiet aardig op natuurlijk. Dus we gaan met Ronnie Riggs en Chad Riggs aan de slag. Hey, ik heb bollen, hè. Die echte kwaliteit. Nash alles. Ja, nou, als ze net zo goed zijn als het jas, dan top, man. Nee, daar gaan we maar even duren. Ja, spulletjes uitladen. Kijk, hey, we zijn gaan er. Gaan we diep. Ja, we gaan. Nou, aan het uitladen, maar die Ruben kan echt weer niet wachten. Hoppa, strooi je alsof je zwarte piep bent. Ik heb een fucking zak erin. Ja, strooi je. Lekker bezig, neef. En we gaan kijken of we achterin het slootje een paar visjes aan de oppervlakte kunnen vangen. Ja, toch? Moet lukken. Wow. Even, kunnen we daarvoor pennen. Nou, hij heeft even geoefend, maar Ruben met de cybershot werpen van Nash. Kijk hem eens even. Ho, waar komt hij? Nou, hij komt niet. Deze gaat verkeerd, maar dat dek is best. Chitten van de schei! Waar komt hij dan? Hey, we hebben hem bij, hè? Papa van de buurt is ski. Yo. Hey, waar zitten jullie nou? Want ik kan het echt niet vinden. Ja, dan moet je Daniel bellen, niet mij. Ik weet het ook niet. Ik zit een of andere boerenlandweg hier. Ja, die Daniel die neemt niet op, jongen. Ja, wacht, die zat op luidspreker. Hey, ik kijk die. Stuur je locaties. Ja, waar ben jij nu dan? Jawel. Ja, ik zie in de verte. Hij is bezig met zijn was. En daar heb je de andere mafkees hoor. Ja, ja. Daar zijn ze. Goedemorgen. Hé, waar? Gozer, het is 9 uur 's ochtends. Ik heb al nog geen gevist. Heb je wat gevangen? Ik heb geblankt. Haha, helaas. Helaas. Goede steek was verzet. Amateur. Ja, waar heb je dan gezeten? Ja, in dat bos. Oh, dat is helemaal kut, hè? Dat is kut. Vriend, jongen, hoe is het? Lekker. Wat gaan we doen vandaag? Even knollen vangen? We gaan even knollen lossen. Ja toch, je weet het. Echte knollen lossen, Ruben Pels. Ruben Pels? Maar kijk, luister, ik ben helemaal wat in te halen van vorige keer. Dus als ik een kleintje vang, dan gaan jullie sowieso zwemmen. Maar jullie hebben mazzel, want het is lekker weer vandaag. Oké, doen we. We gaan met z'n drieën, onderling. Degene die de kleinste vangt. Degene die de grootste vangt moet zwemmen. Dat is wel nasty. Jij hebt handdoeken in je uit, hoor. Ja, die man is toch smerig houden. Die heeft een lachen vis. Kijk dit. Oké, deal. Dus, afgesproken. De grootste vis gaat zwemmen. Maar al ben je dus de enige met vis, dan moet je gelijk zwemmen. Ja, dat is wel een beetje een vieze streek. Ja, maar maakt niet uit. Wordt gezellig, man. Lekker zwemmen. Is toch warm. Nou, 10 uur ochtends. 10 uur ochtends. Proost. Tijd om te pilzen. Ja, dat ken wel, hè. Jij ook? Nee, joh, kijk, ik zit gewoon lekker aan mijn vitaminewater. Ah joh, proost, dat ken je gewoon. Lekker, man. Nee, ik maak het nog uitdagender, hè. Ah!
Hij is gek! Hij is gek, ja ja, hij is gek! Wat ben je helemaal aan het filmen, joh? Pol, pol, te hard. Voel nog eens even goed in je zak. Oh, oh. Ja. Die loket. Nee, even daar, in die zak. Hoezo? Ga even voelen. Oh, nee, hè? Ja, nee. Nee, we zijn een hond. Wat is er aan de hand? Klein slootje hierachter. Daar. Met mijn Polaroid bril en vis gespot. Dus we gaan even proberen met een broodkorstje. Gelukkig had ik mijn struinen onder bij me. Om even het karpertje in de oppervlakte te vangen. Het zou toch wel het echt ultiem baas eigenlijk. Niet te geloven. En ik ga de live aanbeet proberen te filmen. Dat zou echt ultiem baas. Dat zou echt ziek lauw zijn. Hij gaat gewoon. Hij stopt gelijk met piepen. Ja hoor. Pak hem, pak hem. Hij... Kijk, oh, nee. kijk, daar gaat hij. Hij zit eraan hoor. Dames en heren. Hij is helemaal die sloot hier gezongen natuurlijk. Daniel Tiedink. Kijk, daar zit hij. Achter die takken. Hij hangt gewoon. Hij hangt gewoon. Hij hangt gewoon. Na al dat blank. 22 nachten blanken. En hij staat met een kromme engel. Hopen dat het geen grote is, want anders ben ik stemmen natuurlijk. Nee, hopen dat het geen klein is. Nee, je doet met, gooi, oh ja. Gooi ze met zwemmen, hè? Hij ging er wel hard vandoor. Hij piet de fuck hoor, maar we hoorden het helemaal niet. Kijk eens, en waar vis je mee? Dit is met Squid Krill van Nash. Instant action. Kijk eens, een... instant na 2 uurtjes. Ja, ja, met een witte kokosnoot pop-up erop. Kijk eens. Het zal geen hele grote zijn, zo voelt het niet. Maar toch lekker. Toch lekker. Hij ging er goed vandoor. Ja, hij piept de fucking uit. Hallo? Hallo? Oh, ik ben niet. Hij hangt hoor. Oh. Hey, je moet even jullie niet even schepen pakken. Oh, ja, god, we zijn net hier. Ja. Hey, die, dat zijn van die guppies, die kun je toch met je handen uit het water scheppen. Ja, ik heb ja, Ruud, je had er geen vertrouwen in. Hè? Hij heeft er ook een! Dubbel run! Dubbel run naar Nevo! Niet normaal. Is het echt zo? Ja! Nee, hij loopt te lullen. Kijk, zijn broek zag al. Dat is echt zo. Nou, ik denk het wel. Nee, je maakt geen zin. Kijk, hier is hij. Ziek, man. Hele kleine. Hoop je. Ja, kijk. Ja, dat is ja, het is een Westlandse knol, inderdaad. Dit is een beste knol, jongens. Ik denk, die Ruben die maakt een geintje, joh. Ja, niet normaal. Niet normaal, het is gewoon een dubbelrun. Zo, ik hoop echt dat die van Ruben groter is, hè? Dan mag hij zwemmen. Nou, zo, maar we dit is wel... weer vangen vandaag. Ja, dit is wel lekker. Hoppa, die is... Oh, oh. Die is netjes hoor. Kwaliteit, kwaliteit. Lekker, lekker. Lekker, we nemen mee naar Ruben en dan gaan we daar even filmen. Hier, ga daar snel in met de camera. We zijn bij Pels. Dubbelrun. Dubbelrun. Jongen. Niet normaal. Lekker. Heerlijk. Ik denk dat die van hem kleiner is. Even kijken welke de groter is. Wat een vervelende situatie. Nou, ik denk dat het broertjes zijn. Ja, ik denk dat toch die van Daniel ietsje dikker en groter is. Hé, hey, ja. Laat zien. Kijk. Ja hoor, tik hem aan, G. Lekker, kom. Hey, hey, hey. Twee mooie knolletjes uit het Westland. Het is niet te geloven, hè. Jullie mogen raden, welke is de grote? Wat zeg jij, het? Ja, ik zeg die van Ruben, hoor. Die van Ruben. Ah, jongens, kom maar op. Het scheelt een centimeter, jongen. Oh, even rustig. Zo. We hebben nog een kleine, kijk, klein wedstrijdje te doen. Hier de bekjes. Even een vinnetje recht. Kijk, net. Ja, ze staat ja, net een centimeter. Een centimetertje. Ah ja, oké, oké. Oké, oké. Maar goed. Mogen ze zwemmen? Ze mogen zwemmen. Mogen zwemmen. Oké, het begint nu met regenen. En gelukkig is Chitter net terug van nachtvissen, dus hij heeft zijn tent bij zich. Die gaan we even opbouwen en dan kunnen we lekker droog zitten. Hé, Basie? Goedemorgen. Yes, yes. Yeah. Goedemorgen. Die scheelt lekker, hè? Lekker, man. Zal ik hem overnemen? Hij zou hem pakken of niet? Ik denk dat je mij moet pakken. Ja, ik weet het niet, man. Ik weet niet of die nou hangt of niet. Ja, is een twijfelsituatie. Ja, ik zou nog even wachten. Als je stopt, dan moet je hem pakken op dat moment. Kijk. Kijk eens.
Lekker man. Lekker tetteren. Ja, dat was lekker hè. Hé hey, Ruud, het kan een grotere zijn hè. Ja, hij ging er wel voor. Ik hoop het voor. Ja, maar hoe bepalen we nou of het groot is? Happen naar Pijnenburg. Nou, dat kunnen we toch wel inschatten. Ja. Dat kunnen we wel inschatten toch. Ah, ik heb met Chitter net afgesproken, als een van ons die grote gas vangt, moeten we alle drie zwemmen. Is goed. Ja? Ja? Dat is een mooie deal. Is dit in één keer niet goed? Ja, in mijn mond hè. Ik denk ik voer hem even net hè. Voel wel, dat is leuker. Ja, ik hoop het wel. Ja. Ruben die zit ook gewoon met gekruiste vingers hier hoor. Hij is zo groot. Hé Ruben? Hij is zo groter dan die van Ruben. Krachta. Kijk eens, ja. Ja. Jongens, een knolletje jongen. Jij hebt je sleep gewoon dicht. Oh, hij gaat ervoor. Daan is het wat je het liefst doet, hè? Ja, dat is wel lekker, hè? Na 22 nachten blanken. Toch genieten. Kijk eens even aan, jongens. Oh. Ah, het is een schuppie. Het is een schuppie. Ja. Oeh. Kijk eens even. Hij is sowieso groot en jij gaat zwemmen, vriend. Nou, hij is wel een beetje lang. Het is gewoon een wilde jonkie. De kleine aan de via. Het stinkt hier al, hè? Ja, jij zeker, hè? Op de krilsquid, jij weet het. Op de krilsquid, oei yo. Oei yo, lekker man. Kijk eens. Zo. Omdat hij erin past. Ja. Heel rustig. Lekker uit aan het drillen. Hij is lekker afgekoeld nu. Ja. 2 minuten 18 en hij is binnen. Wat een drill. Ja. 2 voor Daniel. Ja, kijk eens even aan. Ik ga hem gelijk even laten zien als hij rustig aan doet. Zo. Ik zie hem nog steeds. Visje nummer 2. Nog steeds niet de grootste. Ja, sowieso wel. Ja, maar dit is de grote. Ja. Dus, shit, luister. We hebben 2 camera's. Eén voor jullie video, één voor mijn video. Wie gaat dus nu zwemmen? Daniel. Gaat zwemmen. Oh. Kom maar goed, boys. Kom goed. Ja. Vang maar een kleinere. Geef eens even een meetlint. Ja, we gaan even meten. Waarom gaan we meten, jongens? Komt ie, vang hè. Het is namelijk zo. Wie de kleinste vangt, Ruben, die hoeft niet te zwemmen. Nee, en wie niks vangt, die hoeft ook niet te zwemmen. Ja, pak hem daar even. Hij is 67. Kutje. Jezus, 92 centimeter. 92! Daar gaan we niet meer overheen komen hier. Nou, happy days, maak eens een foto de kant uit. Oh, hij gaat de verkeerde kant op. Ja. Ja, hij is toch weg. Hij is al weg. Hij heeft geen hulp meer nodig. Happy days. Lekker! Alleen dan kun je ook met zwemmen nu. Ja, dat is minder hè. Oké, we hebben hier Ernesto Kamminga junior. Hij gaat hem even perfect tegen de buis aan gooien. Soepele presentatie, je gaat het zien. Hatsi. Hou tegen die buis. Hoppa! Perfect hè, perfect. Nou, daar gaat Ernesto weer. Hij wordt nummer 2. Na de opening. Ik ga je wel een paar baden met Jay Willems. Laat jullie zien hoe je precies kan houden. Hey Ernesto man, loop niet zo tijd te rekken man. Gewoon uitgooien, hats. Na de opening. Op de kant, ja. Ja, kijk ze smullen. Het is weer gezellig. En Mr. Ruben Pels, staan we met een kromme hengel. Wat zal het zijn? Zo, hij is echt klein. Kut. Oh, gelukkig maar. Ja, met z'n 4 van de dag. Het gaat lekker, jongens. Voor het eerst dat we echt oprecht blij zijn met kleine vissen. Ja, nou, ik ben echt blij. Ik hoop ook echt dat hij kleiner is. Als, hoeveel was hij nou? 67. Nee. Weet je zeker dat? 67? Oh, jee. Nou, dat komt wel goed. Dat halen we. Of het is een brasem, of een giebel, of een hele kleine rit. Hij doet er wel mee met je klaskarper. Ja, dat is wel een hele kleine. Of het is die klaskarper, daar gaan we allemaal zwemmen, hè? Man, die hengel wacht nog 10 minuten in. Zo, hij is lang! Hij is wel lang! Ja, lekker! Hij is lang, niet verspelen Ruben, hij is sowieso groot! Hij is sowieso groot! Ja, die gaat sowieso die 70 halen! Ruben, niet lopen kloot! Ruben! Ja, ik kan het toch niet redden! Niet lopen kloot Ruben, we moeten wel vangen hè! Laat zien. Ja, die wat is. Een amateur is die chitter. Die is sowieso groter. Nou, dames en heren.
Godsamme, jongen. Hoe lang is die? Ja, 75 centimeter. Jezus. Ja, ja, en die van jou was... Ja, ja. 67. Lekker, man. Dus dat is een overschrijding van 8 centimeter. Ja. Oei, joh. Slappe toestand, moeten we dat redden. Ja, ja. Jezus. Wow, wow, man. Waarom ben je niet kleiner? Kan ik het niet kleiner maken? Maar goed, jongens. Het is een hele mooie vis. Ik ben er echt heel blij mee. De vierde vis van de dag. En ja, ik ben er gewoon echt blij mee. Hier ga ik graag voor het water in. Wat een prachtige vis, jongen. Maagdelijk Bekkie. Net zo maagdelijk als Ruben zelf. Nee. Nou. Kijk eens. Kijk eens. Prachtige vis, jongens. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, lekker gedaan, Ruben. En aan de ene kant, ja, het is jammer dat het dan de grootste is en dat ik dan moet zwemmen, maar ik heb het er graag voor over. Dus ja. Lach eens even, hey. Fotoshoots hier. Ja, toch, je weet. Hey, kan je zwemmen? Ik ben er blij mee. Lekker, man. Ik ben er ook blij mee. Ja. 75 centimeter. 75 centimetertjes. Schoon aan de haak. Nou, jongens. Klok af. Met deze, kijk. Als je met een knoortje, weet je wel, van zoiets. Wow. En als je met zo'n klein knolletje de zegen moet pakken en dan het water in moet, dat voelt kutter als dat je gewoon echt een mooie vis hebt gevangen. Zo. Zeker waar. Vind ik. Zeker waar. Dus, nou, van die mooie klasse waar je ernaast op de heen mag duiken. Ik ben er gewoon helemaal blij in. Helemaal blij mee. We gaan lekker doorflaneren, jongens. Ja, ja, het is heerlijk. Ja, toch? Let's go. Je hebt wel een mooie pet. Ja, eerlijk. Eerlijk, wat een logo. Staat hij met de camera? Hij is gewoon live op Instagram, ja. En die Ruben hier. En ik sta gewoon te drillen. Ja, hij staat gewoon te drillen. Het is niet te geloven. Beter kan ik. Hier zijn de fans. Ik word helemaal gek hier in het Westland. Ik moet alleen maar handtekeningen uitdelen. Hou nou eens op, jongens. Hou nou eens op, hé. Famous niet meer te stoppen, Ruben. Maar hij gaat er wel lekker voor, of niet? Hij gaat niet door. Daar moet je aan overgeven. Ja, jongens, ik weet het. Maar het is geen... Ik heb net ook lekker een visje verspeeld. Genieten. Lekker, hoor. Nou, vaak, toch? Ja, ik ben ze noemen ook wel verspeeld. Maar als toezwemmer, man. Hij ligt bijna hier net. Wat is het? Kleintje, hoor. Och, wat een beest. Oh, kijk eens even. Zo, hij is druk. Kom, kijk hem even. Die gaat 30 pond halen. Oh, hij zit erin. Oh, hotzakee. Lekker, man. Hoe blij ben je hiermee, jongen? Hoe blij ben je? Enorm blij. Ja. Goed, jongens. Jullie zien het dus weer live. Ik bewijs het weer. Oh, komt hij weer cool doen. Komt hij moet wel zwemmen. Ja. Hij moet sowieso. En dat komt omdat ik de grootste vang natuurlijk. Ja, maar ik ga met alle liefde het water in, jongens. Jullie weten. Kijk, het staat 3, 2, 0. Dus ja, er is wel een degelijk verschil. Er is een degelijk verschil. Natuurlijk zijn we laag. Komt hij, hoor. Ruben Pels. Jezus. Nou, we hebben in ieder geval lekker wat te eten vanavond. We zijn blij. Het is allemaal gelukt. Kijk eens, het is toch een prachtbeest. Ja, dat is een beste, hè? Dat is een hele flinke. Een hele beste, hoi. Hij staat niet bij. Hij kan mee in de fietstas. Hij staat hele brand. Kijk eens eventjes, jongens. Live voor de camera. Een aanbeet en ook een visie. Hij is niet zo groot. Kleiner als de rest. Dus we gaan hem lekker terugzetten. Flessenpost halen. Ja. Met Ruben Pels. Wat is jouw verste flessenpost? Ja, flessenpost. Heb ik geschreven naar die meiden. Kreeg ik terug. Een foto van die meiden. Ja, dikke. Toen dacht ik, nou weet je wat, uit leeftijd stuur ik wel een foto. Dus voor mij met die karper zo, weet je wel. Ik had alleen een korte broek om. Echt? Dus dat maakte helemaal geen indruk. En toen was het. En dat is wel best. Hij was dus in het kanaal van een veerboot overboord gegooid. Dus die heeft er toch wel een kilometer of 100 over gedaan. Dat is de enige keer in mijn leven een flessenpost. Dat is wel flink, toch? Ja, dus, wij hebben het ook wel eens gehad. Wat is jouw verste? Jouw verste flessenpost? Ja, jij had van Thailand zo had je er terrein. Ja, dat had je op een. Ja, maar je zit zo op. Meneer, was gezellig. En ik heb het 4 keer een klavertje 4 gevonden. Zo. En 1 keer een klavertje 5. Ja, echt. Nee, joh. Nee, echt. Gaan we pikken. Nee, ik kan nu mijn engel aanraken. Er zit iemand dan mee. Flessenpost halen met Ruben Pels. Wat is jouw verste flessenpost? Niet normaal. Daniel staat hier zijn karper weer te drillen. Kijk dan. En Ruben die staat gewoon ook weer te drillen. Hij komt mijn brazen. Denkie. Oh, kleintje dit, kleintje. Kleintje. Dat is een karper. Kijk eens even, dames en heren. Hey.
Ja, doe, schep deze er ook mee. Ja, even een fotootje weer. Ja. Nee, daar gaan we niet in. Jawel, ik ben... Leg hem eens op de mat. Nee, ja, leg hem op de mat, hou even een fotootje. Leg hem gewoon op de mat. Ja, best. Ja, we hebben even dat andere set meer nodig. Maar aan Ruben. Nee, die dacht, ik gooi even die emmer leeg. Over iedereen en alles heen. Kijk ze onthaken als een gekke. Ja, ja. Even rustig, lieve meisje. Niet normaal. Hé! Hey. Wat? In de verte gaat er ook een! Ja! Ja! Hé, hey, kut leven, hè? Doe met je stem even mis! Welke is het? Ik heb gerend, gek. Zo. Kijk, dit is het teken van hectiek. We hebben gestreden, hè? Oh, drie vissen tegelijk. En ook gewoon drie schepnetten. En ook gewoon drie schepnetten. Ja. We zijn goed voorbereid. Goed voorbereid. Alright, we gaan ze eventjes op de mat leggen. En dan gaan we even een paar foto's, video's filmen. Nog steeds, welk nummer is dit eigenlijk? Dus dit is vast 5? 8! Allebei 4, man! Allebei 4! En jij hebt 9! Hey! Blinker! Mijn dames en heren. Alright, we zitten er. Zitten ze dan, hè? Het is helemaal losgegaan vandaag, 8 vissen. Ja. En helaas heb ik de grootste gevangen, dus zal ik gaan zwemmen. En ik zal maar mijn belofte houden, dames en heren. Ik ga uiteraard ook zwemmen. Lekker, hè, man. Maar dit is toch prachtig? Lekker dagje, lekker runs krijgen. Vroeg in het voorjaar. 8 vissen totaal, hè? 8 vissen. Echt runs. Prachtig. Lekker, man. Ja, en wie hebben we verspeeld? Ik. Amateur. Oké. Okay. Ook niet alles hebben, hè? Even van mij, hè? Nog even eentje. Even een beetje zo bij elkaar, zo. Een beetje bij elkaar. Voor de thumbnail. Kom even allemaal bij elkaar. Nou, dit is genieten, hè? Dit is echt genieten. Het is zover. Staat hij al op zijn blote voetjes? Verliezen kan alles, hè? Ja, verliezen kan alles, maar ik doe het met een reden. Ik doe het met een trotse reden, kan ik het water in. Ja, ik zou zeggen, silly samen. Ja, jongens, we gaan voor één doel het water in. En dat is dat ik toch deze mannen verslagen heb met de grootste vis vandaag. Dat is zeker waar. Maar goed, het moet helaas, het moet. Dus we gaan het doen. Het moet, hè? Silly samen, all the way. Aanloopie erbij. Ah, jongen. Boys, zijn jullie klaar voor? Ja! Ja, stel. Twee weken geleden lag er nog ijs, jongen. Ja, maar nu is het toch echt zover. Nu moet jij toch echt gaan zwemmen. Ik zie die twijfel in zijn gezicht. Kijk mij eens aan. Ja, jij vindt het niet leuk, hè? Dit is niet leuk. Dit is niet leuk, jongens. Wat ziet het. Heel lief. Oké, fuck it gewoon. Silly Summer! Heet die schout? Ja, kijk die volgende gek. Zo. Lekker, man. Oeh, het is koud. Hallo, wil je niet kijken als je dit. Ah, bovenview, hè, bovenview. Maakt niet uit. Oh, jongens. Het was koud, jongen. Dat moet ik er niet uit ook. Haal mijn leven. Moet ik helpen? Kijk, het lukt. Ah, komt goed. Het lukt. De silly samen. Daar is hij weer. Ah, ik vind wel dat hij een applausje hebt verdiend. Lekker man, applaus jongens, applaus! Hey, lekker bezig man. Kijk jongens, echte mannen houden zich aan hun woord, hè. Echte mannen houden zich aan hun woord. Zoals het woord, je bent een held man. Ik ga gewoon het water in. Ja toch? Jongens, einde van de video weer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, Ruben. Bedankt voor het kijken. Abonneer uiteraard als je dat niet gedaan hebt. Geef een duimpje omhoog op deze video. Als je weet dat ik de volgende keer ook weer het water in moet. En abonneer nog op deze twee bazen, DW Fishing Team. DW Fishing Team, Ruben Karblijf, je weet het, je weet het. Het allemaal goed. Hij was gezellig hè vandaag. Bekende verhalen. Ja, sowieso. Abonneer voor meer. Abonneer voor meer. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Heerlijk, en dan komt het allemaal goed. Komt alles goed. Flessenpost verhalen met Ruben Pels. Wat is jouw verste flessenpost?